Ik ben Sven Veldhuis, ik ben Airborne Ambassadeur van het Doorwit College en ik heb met twee andere jongens van het Doorwit College parachute gesprongen. Sven Veldhuis, een van de vijf Airborne Ambassadeurs van het Doornweert College. Gisteren, bij de herdenking in Oosterbeek, mocht hij een krans leggen. En eigenlijk zou hij de dag daarvoor met de andere ambassadeurs een parachutesprong maken boven de Ginkelse Heide. Zou, want het weer gooide roet in het eten. En die sprong waarvoor hij en de andere ambassadeurs oefensprongen hadden gemaakt, ging niet door. Ja, we hebben uiteindelijk alle drie zes keer gesprongen uit een Cessna. En als je ziet hoeveel tijd en energie dat heeft gekost het hele jaar, ik denk dat dat ook al een hele prestatie was. Los van het moment suprême, het springen zelf is natuurlijk ook al heel veel. Ja, dankjewel. Ons doel is eigenlijk om de oorlog meer, de geschiedenis daarvan en alles wat er gebeurd is, meer in de school zelf te betrekken. Ik heb op lage school heb ik ook al onwijs veel hierover gehoord. Maar als jij hoort dat op de Ginkelse Heide zoveel mensen gedropt zijn met al die vliegtuigen, dan denk je er niet zo bij na als dat ik net uit ben gesprongen. Dat is onwijs, dat is echt een verschil. Als je het in een boek, dit kan je niet in een boek omschrijven hoe dit is. Het is gewoon echt onwijs tegennatuurlijk, want je staat in die deuropening, of je zit, en je hersenen zeggen van spring er niet uit. Je kan niks en je springt en je kijkt naar beneden en je ziet je benen en dan flap je en dan val je eigenlijk gewichtloos naar beneden. En dan in één keer word je opgevangen door een onwijs grote parachute om je heen en dan, dan moet je nog zien te landen. Nee, dat was heel jammer. We zaten in de laatste stik en we stonden aangehaakt. Ik was plek 5. En dan sta je daar met die static line in je hand, aangehaakt, te wachten. Ik kon de deur schuin zien. En het eerste rondje werd hem niet. En dan gingen ze nog een rondje. Nee, werd hem ook niet. Uiteindelijk zijn ze 6 of 7 keer overgegaan. En naarmate wij, want er waren ramen, en we keken naar buiten en je zag dat in het begin konden we de dropzone nog zien. Maar op een gegeven moment door alle wolken en door de regen konden we het gewoon niet meer zien. Ja, en toen was het niet meer verantwoord om te springen. En toen was het feestje viel in duigen. Als je ziet hoe vaak, hoeveel kinderen zeiden tegen mijn leraar en tegen anderen van oh, hebben ze al gesprongen of gaan ze nog springen? Ja, het is heel ingrijpend allemaal. Vandaag mocht je hier een krans leggen. Dat lijkt me een heel bijzonder moment. Ja, dat was ook heel bijzonder. Het was heel... Sowieso is het een hele aangrijpende plek. En als je dan naar voren mag lopen en iedereen ziet om je heen en die stilte, ja, dat is een mooi moment.